Nee, dat is echt... Dit is echt leuk. We gaan het over muziek hebben. Ja, leuk hè? Heel leuk. Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn? En dat heb ik... Nou ja, ik huil niet vaak, maar dat heb ik toen met tranen in mijn ogen heb ik dat zitten beluisteren. Mijn eerste, dat is Brothers in Arms van Dire Straits. Ik was 18, 19-jarige jongen ergens uit de provincie en ik ging naar Leiden politicologie studeren. En ik kwam aan de Decimusstraat, een fantastisch studentenhuis. Heb ik 6 jaar heb ik daar gewoond. En met het goede voornemen om 's ochtends om 9 uur naar college te gaan en dan 's middags 2 uur nog een keer. En naarmate het gezelliger en leuk werd in huis, werd dat steeds moeilijker. Zeker die 9 uur, dat 9 uur 's ochtends. Want wij eindigden onze nachtelijke besprekingen. Als het over heel de wereld ging, eindigde om 2 uur, 3 uur, 4 uur. Als we dan een beetje klaar waren, zeiden we, nou, weet je wat, ik ga pitten. Dan eindigden we met Brothers in Arms van Dire Straits. Dus dit is voor mij het einde van een goed gesprek. Diep in de nacht, Leiden, 1989, 1990, zoiets. Ella, Marius, Marloes, been op tafel. En nog 1 keer even zo onderuit en goed luisteren. En het gaat zo door. Dus dit is pure nostalgie. Leiden, studententijd. Zo, zo, zo mooi. Dan gaan we naar een heel ander nummer. Nummer 4. En dat is van Stuart Townend. Dat is een gospelzanger uit Engeland, Verenigd Koninkrijk. Hij heeft een nummer geschreven, gezongen, The Power of the Cross. Daar is een frase, to see my name written in his wounds. En toen ik dat voor het eerst hoorde, dat raakte me tot in de diepst van mijn ziel. Mijn naam geschreven in de wonden van Jezus. Toen ik dat voor het eerst zong en luisterde, was in de Verenigde Staten. Wij hadden toen een tussenjaar. Ik studeerde in de Verenigde Staten. We waren met ons gezin daar neergestreken. En ik heb dat met tranen in mijn ogen heb ik dat gezongen. Toen was een tijdje later, vroeg mijn tweede dochter. Papa, ik zie jou nooit huilen. Huil jij wel eens? Ik zeg, ja. Ik zeg, bij het nummer van Stuart Townend... The Power of the Cross. Toen heb ik gehuild in de kerk. Toen was het denk ik 3, 4 weken later. Toen zongen we dat nummer nog een keer. Toen stond ze naast me. En toen hoorde ze dat. Ze heeft een heel goed gehoor en ze kan heel goed zingen. En toen hoorde ze dat. En ze kijkt naar me. Ga je nu huilen? Ga je nu huilen? Dus dat was... Nou ja, het raakte haar, het raakte mij. Maar dat is... Als het gaat over de kern van het evangelie, over mijn diepste hoop. My name written in his wounds. Jezus heeft alles voor mij gegeven, zodat ik kan leven. En nu is het leven aan mij om te leven. Dat is wat hij zingt. En dat begint zo. Het is ook een beetje... Je merkt de Anglicaanse invloed. Het is... Dus dit gaat echt over Christus die naar... Jezus die naar het kruis gaat. The road to Calvary. En hij bezingt wat hij daar ziet en hij bezingt wat daar gebeurt. De duisternis die neervalt, maar ook de enorme hoop die het geeft. Echt zo mooi, zo mooi. Nummer 3. Dat is, weer iets heel anders, Nederlandstalig, De Dijk, Kan ik iets voor je doen? Ik laat hem eerst even horen. Komt-ie. Zo. Oh. Wat trompetten allemaal. Grote ensemble heeft hij. Iets voor je doen, iets voor je zijn. In dit verandende seizoen, met zijn kruipend venijn. Kan ik iets voor je zijn? En waarom vind ik dit nou zo mooi? Dit is gezongen. Ik bedoel, het is een beetje oude ballenmuziek en daar hou ik van. Het gaat terug naar mijn studententijd. Een tijdje geleden ben ik naar een concert geweest. Ik ga hem even uitzetten. Ben ik naar een concert geweest, dan sta ik tussen allemaal 60ers, sta ik. En hij is zelf ook 70, weet ik van wat hij is. Nou ja, ietsje jonger, denk ik. Maar waarom vind ik dit nou, specifiek dit nummer, heel gaaf? Dat was het slot van The Passion 2017. Ik denk dat het in Leeuwarden was. Dus dat is de plaats waar ik ook nog heb gewoond. En Dwight Dissels, die zingt het. Dus we hebben het hele verhaal van Pasen hebben gehad. Het verraad, de dood. En daarna staat Jezus op. Komt hij nog 1 keer, verschijnt hij met witte kleren. En Dwight Dissels die loopt zo het publiek in. En dan zingen ze dit, kan ik iets voor je doen? En het is Jezus die dat zingt.
En hij richt zich op Petrus, die hem verraden heeft. Hij zegt, kan ik iets voor je doen? Dus degene die hem verraden heeft, hij heeft hem lief. En hij zegt, joh, hier ben ik. Kan ik iets voor je zijn? En daarna wendt hij zich naar het publiek. Al die mensen die daar staan, duizenden mensen. Kan ik iets voor je doen? Kan ik iets voor je zijn? En dat is de Jezus die voor je staat. Dus het gave van de Passion is dat een nummer wat ik heel leuk vind en heel mooi, opeens zo'n andere betekenis krijgt. Dus als ik het nu beluister, zie ik Dwight Issels in witte kleren lopen tussen het publiek in Leeuwarden. Als Jezus, kan ik iets voor je zijn? Kan ik iets voor je doen? Dat was nummer 3. We gaan naar nummer 2. We zijn bijna bij de top. Het wordt spannender en spannender. Weer een totale stijlbreuk. Dus dat is een beetje de variatie waar ik van hou. We gaan nu naar hele rustige muziek. En dat is muziek van Terzee. Dat is een gemeenschap, een ecumenische gemeenschap van protestanten en katholieken in Frankrijk, op de grens met Duitsland. Uit heel Europa komen mensen daar naartoe, komen vooral jongeren daar naartoe. Tienduizenden per jaar. Maar de plek Terzee is heel bijzonder omdat het heel puur is. Het enige wat ze zingen zijn bijbelwoorden. Het zijn letterlijk bijbelwoorden en het zijn twee zinnen die ze vaak herhalen, waardoor het langzaam maar zeker in je ziel indaalt. En als ik in Terzee ben en ik ben er geregeld, dan is het stil, dan is het rustig. Dan kan mijn hoofd even uitrazen, kan mijn hart even uitrazen en dan kan ik helemaal stil worden. Hoor ik de muziek, ik lees de Bijbel, ik bid. En dit is één nummer wat ik laat horen, Blijf het hier. Ik zal hem ietsje harder zetten. Blijf hier, wacht. Wacht en waak. En bid. Nou dan nu. Roffel, roffel, roffel. Nummer 1. Het was moeilijk om niet de hele top 5 te vullen met nummers van U2. Want ik hou ontzettend van U2. Dit is Where the Streets Have No Name. Where the Streets Have No Name. Nummer van U2. Ik laat het eerst even horen. En dan ga ik vertellen waarom ik dit zo'n bijzonder nummer vind. Het is aan de B-kant van deze plaat. Je hoort het stadion op de achtergrond. The Edge. I want to run, I want to hide. Ik ga even zachter draaien. Dit nummer, de eerste keer dat ik het hoorde dat het me zo raakte en waarom ik het op nummer 1 zet, dat is 2002. En dat is een half jaar na 11 september 2001. Aanslag in New York. World Trade Center, 2 torens die naar beneden storten. Toen in februari 2002 is de grote wedstrijd in Amerika, dat is Super Bowl. Halftime, dus in de rust, is er altijd één grote muziekshow. En U2 mocht als eerste, na 11 september, halftime, mochten zij het concert geven. Toen hebben ze dit nummer gespeeld. In die lange aanloop die we net hoorden, dus je hoort het aanzwellen, je hoort die edge beginnen, drum, en het duurt heel lang voordat hij begint met zingen. In die tijd kwam er uit de hemel kwam er een rol naar beneden en er kwamen alle namen, dus de bijna 3000 namen van mensen die zijn omgekomen tijdens de aanslag van 11 september. Al die namen stonden op dat hele grote doek. Dus iedereen zag die namen, dus het duurde en het duurde maar. En je zag de brandweermannen, je zag de politiemannen, je zag de burger, je zag de mensen die uit wanhoop naar beneden waren gesprongen. Alle mensen kregen een naam en dat was het begin van dat nummer. En ik zat toen in Egypte. Ik zat dat te bekijken. Ik zat het nummer te bekijken. Met tranen in mijn ogen. Omdat 11 september zo'n diepe indruk op mij heeft gemaakt. En op heel de wereld heeft gemaakt. Maar ook in die regio. De spanningen zo aanzwelden. En toen begonnen zij te zingen. En zij zongen over een plek van hoop. Een plek waar een enorm verlangen naar is. Waar de straten dus geen naam meer hebben. Maar waar vrede zal zijn. Waar het goed zal zijn. En wanneer ik daar naartoe ga. When I go there, I go there with you. Voor mij is dat het verlangen naar het nieuwe Jeruzalem. Naar de plek waar de tranen van de ogen zullen worden afgewist. Waar er geen geweld meer zal zijn. Waar er geen 11 september meer zal zijn. Geen polarisatie meer. Waarin we de handen ineen slaan. Er liefde is. Er genade is. God daar zal zijn. En dat heb ik, nou ja, ik huil niet vaak. Maar dat heb ik toen met tranen in mijn ogen heb ik dat zitten beluisteren. Dus iedere keer als ik dit hoor, zie ik de namen. Voel ik het verlangen naar die plek waar
alles perfect zal zijn. Ik zet deze even zachter, ik ga zo verder luisteren. Als jij deze nummers, deze vijf nummers waar ik het net over had, nog wil beluisteren, dan kan dat. Er staat ergens daar bij jou in de buurt een linkje naar die vijf nummers, naar mijn lijst. Er zijn ook nog andere mooie nummers die ik gaaf vind. En ik hoop dat je er gewoon van geniet. Enjoy.